Nijmegen krijgt vanaf 1 januari 2025 drie zero-emissiezones. De Binnenstad, Hof van Holland en Heijendaal. Met het invoeren van deze zones wil de gemeente dat deze gebieden goed bereikbaar, schoon en veilig zijn. Maar voor veel marktkooplieden en de bijbehorende marktkraanwagens is zo'n zero-emissiezone in de binnenstad een groot probleem. Het gaat om die elektrische auto's die ze ons allemaal aan willen smeren, terwijl we een goed materiaal hebben. Dus wij rijden in feite te weinig kilometers, want wij rijden niet elke dag met een wagen op de markt, hè, om nieuwe investeringen te maken. En die investeringen zijn zo groot dat er voor de klein zelfstandig gewoon niet te doen is. Wethouder Cilia Dame laat het volgende weten. Onze stad groeit en daarmee het logistiek vervoer ook. Deze voertuigen stoten schadelijke stoffen uit en slimme en schone stadslogistiek vindt de gemeente belangrijk. Daarom neemt de gemeente maatregelen voor schone lucht, zoals het invoeren van zero-emissiezones. Deze drie zones zijn gekozen omdat hier het meeste logistieke vervoer rijdt of wordt verwacht in de toekomst. Ik denk dat we het eerst mogelijk moeten maken om het te kunnen verwezenlijken en dan pas in gaan voeren om het te gaan doen. Zo het nu gaat het niet. Marktkooplui verzoeken samen de gemeente om een algehele ontheffing voor ambulante handel tot 2030 af te geven. Marktondernemers hopen dat tegen die tijd elektrische bussen en vrachtwagens met voldoende capaciteit en laadvermogen betaalbaar zijn. Dat is voor de MKB niet betaalbaar. En dan praat je over 150.000 tot 200.000 euro. Dat is niet betaalbaar voor de MKB. En niet hetgeen wat wij rijden. Wij rijden bijvoorbeeld een hele week op 4 markten 300 kilometer. Wethouder Dame zegt hierover het volgende. Het signaal van de marktkooplieden is bekend. Deze ondernemers hebben op dezelfde manier inspraak in de besluitvorming als andere ondernemers. De gemeente doorloopt hiervoor een uitgebreide procedure van 6 tot 9 maanden. Nijmegenaren kunnen de besluiten inzien en reageren. Deze reacties wegen mee in het besluit dat de gemeente uiteindelijk neemt. Ondernemers hier op de markt in Nijmegen laten weten dat ze niet tegen het plan zijn, maar dat het simpelweg niet haalbaar is. Vooral voor kleine ondernemers is een investering in een elektrisch voertuig te groot. Bovendien zijn er geen laadpalen en kunnen ze hun voertuig tussentijds niet opladen. Ze zeggen dat de gemeente dit goed heeft bedacht op papier, maar dat het niet uitvoerbaar is. Nou, dan denk ik dat van de meeste collega's, 90%, gewoon vernietigd is. Want dan kunnen ze niet verder. Want dat materiaal is niet te investeren.